Het laatste weekend van augustus is het op het IJsselmeer stevast een tikje drukker dan normaal. En dat is ook niet zo vreemd. Dan wordt immers de jaarlijkse 24 uur zeilreis gehouden. Hier vaart de Nederland 7467, beter bekend als de Bonnie. Voor de ervaren schipper Sibbele kan er zo vlak voor de start nog wel een telefoontje af met zijn nichtje in het museum. Hoe oud is hij eigenlijk daar? Stephanie? Ja? 22. Sowieso. 22. Ja, 22. En jij geeft haar advies over bepaalde zaken of? Ja, vooral zakelijke dingen. Je moet, een vrouw van 22, ik heb een geldprobleem vaak. Zo. En dan doe je advies van hoe je snel geld zou kunnen verdienen. Ja, je kan op een makkelijke manier. Ja. Veel vrouwen kunnen hun geldproblemen snel oplossen natuurlijk. Ja. Oké. Zo doen we dat. Dan zeg ik altijd, goh. Zou jij dat mooie hoofdje van jou nou dat soort problemen breken? Jij kan je centjes wel helpen een hele betere manier verdienen. Een hele leuke manier verdienen. Dat zeg ik dan altijd. Ach ja, laat ik u de rest van de bemanning ook even voorstellen. Willy van der Vorm, tacticus van het gezelschap. Sst, niet aan het praten, anders storen Willy bij het nadenken. En dit is zijn gereedschap, de inmiddels beruchte ganzenveertjes. Daarmee ziet hij windjes die voor anderen verborgen blijven. Joi, kijk eens even. Die gaan wij op weg naar de finish opeten. Nou, 24 uur zorg kan het niet. Pak mij een lol. Oetan. En Oetan is gewoon Roland Kooijmans, de lekkerbek van de drie. Geen man van ganzenveertjes, maar van foie gras. Okay. Voor hem is eten het allerbelangrijkste aan boord. Nou ja, het allerbelangrijkste? Als de paling verorberd is en de heren nog een filtersigaret hebben opgestoken, begint het zo zoetjes aan donker te worden op het IJsselmeer. Omdat de camera aan boord is uitgerust met een buitengewoon lichtgevoelige lens. Maar moet er geen filmpje in? En zonder blitz, zomaar zo donker filmen? Kan er gewoon doorgefilmd worden? Kan jij het bordlicht aan doen? Nee. Bijna. Nee, zullen meteen geen help en een beetje hoofd terug, want dit nog zo'n derde nog een keer doen. Die, achter die gast staan, toch? En toen viel windstilte. Het kwam na die windstilte, ja. Wordt het allemaal gefilmd? Dit is voor welke omroep is dit? Je moet wel even je koers houden. Half uur. Ja, maar dit is 3, 4, moet zeker klopt maar. Dat zou ik echt niet halen. Oké, ja, dan zijn we weer. Oké. De volgende zeekraten zijn dan kracht. Oké, wacht even hoor. Gaan die nog slim doen? Ja. Je kan ook zeggen, ik zit nu hier, ik ga gewoon een spot E. Dat mag niet. Jawel, je mag van die naar E. Nee, sorry. We zitten nu hier boven, hè? Ja. Je hebt hier een paar, dus ik zeg, ga hier naar beneden. Ja. Je hebt gelijk. Zo, daar bent u weer. 7:00 AM, terwijl de koperen ploert, nou ja, het koperen ploertje, zijn neusje brutaal boven de einder uitsteekt, blijkt dat de heren deze doorwaakte nacht niet helemaal zonder kleerscheuren zijn doorgekomen. Nee, maakt u zich geen zorgen, met de Bonnie gaat alles prima. Maar het logisch nadenken valt de bemanning nu toch echt een tikkeltje zwaar. We varen zo meteen hier naartoe. Ja. En dan niet, dan varen we weer terug, zo. Nee, maar we moeten... Nee, dat is een verkeerde woorden. We moeten naar die pakken. Om die te pakken, toch? Ja. Dan als we op die varen, dan hebben we dan de lul, dat is de vraag. Ja, wel namelijk.
apart. Ja. We kunnen hier naartoe, we kunnen daar naartoe. Ik vind het even lollig, zo. Zijn jullie moe jongens? Ik heb geslapen man. Twee keer. Sorry, ik heb twee tukjes gedaan op beide boegen. Over beide boegen. Dat was fantastisch, want je vaart als een soort als een baby in een baarmoeder, als een ongeboren vrug in een baarmoeder, dan dans je zo over de grond. Heerlijk. En dat geklots. En dat geklots krijg je er ook bij. Want ook weer. Embryo's ook het schijnend te horen. Ja. Maar ja, dat weet ik nu zeker dat ze het horen. Dat is heerlijk. En ik ben gaan slapen en wakker geworden. En het ging nog harder dan toen ik ging slapen. Dus dat is normaal is dat niet zo. Dan ga je slapen en dan word je wakker en dan is er van alles gebeurd. Dan liggen mensen te dobberen en ik had een keer verkeerde poei ingetoetst. Dus dat was echt geloof. En verder gaat de reis. De drie hebben nog een lange weg te gaan voordat ze de finish bij Medemblik zullen bereiken. Een zware tocht. Maar al gauw blijkt dat de wind gunstig is, het schip op koers ligt en met een behoorlijke snelheid de golven doorklieft. Schipper Sillem wordt er een tikje nerveus van. Als we even hoog zitten, jongen. Met een sextant en een eenvoudige geodriehoek rekent de bemanning van de Bonnie uit dat ze wel eens op weg zouden kunnen zijn naar een totaal van meer dan 120 mijl. Eerst nog dat akelig lange finishrak. Ja. Maar eenmaal omringd door schepen die stuk voor stuk beter onderhouden zijn en stoerdere namen dragen, zoals de Mary Bryant, zijn ze opeens niet meer zo zeker van hun zaak. 726 inschrijvingen. Ik ben weer terug. Je maakt er wat van. Hè? Ja, dat was hem dan, hè? Zoals de Amerikanen zeiden, it has been a hard and long fight. And we lost. It's like a signing off. Het zag er allemaal mooi uit. Mooie spinaken. Dank voor je. Waar? Hoe voel je? Ja, ik ben opeens zenuwachtig al, ja. Ja, de eerste prijs gaat naar Bonnie van Schipper Sillem. 121 mijl gevaren. Gestart in Enkhuizen Zuid. Als een ongeboren vrucht in het buimoeder, dan dans je zo over de grond. Heerlijk, heerlijk. Dan hebben we de ronde en platbodemjachten. We kunnen even zijn die overleden krijgen. Rondje rond de boeien verslaan we je wel. Maar als het halve wind in de windperiode is, dan kun je een 30 punten niet bijhalen. En dan de Vega-klasse, trouwe deelnemers, één prijs. Het veld was dit jaar niet zo groot, drie deelnemers. Maar de winnaar was de heer Heineman met de storm. Om een 18 mijl gevaren. Tja, lieve mensen. En zo werden deze 24 uur op het IJsselmeer voor onze stoere zeehelden een groot succes. Waarvoor onze hartelijke felicitaties.